Hoi allemaal, vandaag wil ik voor jullie deze look maken, speciaal voor oud en nieuw. Het leek me wel leuk om naast een gouden look ook een zilveren look te maken en dat is deze geworden. Dus ja, weet je, het hangt een beetje van je outfit af wat je uiteindelijk gaat dragen. Dus als je wil zien hoe ik deze look maak, dan moet je even blijven kijken. Wederom, sorry voor mijn stem, ik klink nog steeds als een schuurpapiertje en het wil maar niet overgaan. En op zich heb ik overdag echt geen last van, maar 's nachts is het echt slapeloze nachten. Maar goed, maakt niet uit. En ik ja, klink ook heel erg, ja, niet slijmerig of zo. Maar ik voel me verder vrij prima. Alleen, ja, ik heb jeuk in mijn longen en mijn stem wil niet echt. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Ik werk 's nachts liters hoestsiroop weg en dan kan ik slapen. Ik ga eerst mijn haar vast doen. Want dan kan je een beetje beter zien wat ik doe. Ik heb de basis al gedaan en vandaag is dat de Maybelline Fit Me Foundation en dit is de kleur 120 Classic Ivory. En je zou ook voor een echt wat dekkendere foundation kunnen gaan, dan zou ik altijd gaan voor de Max Factor All Day 3-in-1 Flawless. En daar heb ik de kleur roze beige van uit mijn hoofd, ik weet even niet welk nummer. Dus dat heb ik al gedaan. Ik heb concealer gedaan onder mijn ogen en op mijn zuiverheden. En that's it. Volgens mij heb ik nog meer gedaan. Oh ja, bronzer. Ik heb al mijn gezicht een beetje geshaped. Dus dat is al gedaan. En mijn wenkbrauwen. En nu is het tijd voor de ogen. Als eerst begin ik met de Maybelline Color Tattoo. En dit is de kleur 45 Infinite White. En dat is een witte kleur. Verrassend. En die breng ik aan op mijn bewegend ooglid als oogschaduwbasis. En mits is aan het eten. En ook die ga ik gebruiken als basis. Ik heb trouwens een kop thee naast me staan voor het geval dat ik niet meer te horen ben zo meteen. Dan kan ik in ieder geval even weer mijn keel smeren. Hé, hey. Ja. Zet allemaal, hè. Moet je niet met je staart ervoor. Dit is even een kleine fetish voor kwasten. Nu zit ze ook allemaal kwasten te besnuffelen. Dit is niet met die staart. Ik heb, net zoals dat ik bij de kerstlook heb gedaan, allerlei soorten zilver meegenomen. Of grijs. Omdat het eigenlijk in elk merk is er wel iets van te vinden. Bijvoorbeeld van Catrice. Dit is van een oude lijn, maar volgens mij hebben ze er nu ook nog wel een soort gelijke dingen van. Kan niet helemaal open. Dit is de Pure Chrome. En dit is de, nou, zoals je ziet, grijze kleur. Van Maybelline heb je een... Een paletje, Smoky Eye Studio. En dit is dan de kleur 32 Smoky Black. En daar zit een mooie zilveren kleur in. Van de Body Shop heb je een heel fijn paletje wat ik misschien veel te weinig voorbij laat komen. En dit is dit heet de Shimmer Cubes. En dit is Cubes en dit is nummertje 21. En er zit een hele mooie grijze kleur in. En dan heb ik ook nog eentje van Sephora. En dit is de kleur... Wild and Precious nummer 87. Ik denk dat ik gewoon maar ga voor de budget variant, namelijk die van Catrice. Maar ik ga ze eigenlijk allemaal een beetje combineren. Als eerst ga ik op het middenste stuk van mijn oog deze van Catrice dus aanbrengen. En dat doe ik met een fluffy kwastje en deze van de Hema. Dan ga ik... even een highlighter aanbrengen en dit is het lichtste Shimmer Cube en dit is een beetje wit. Die breng ik aan over het wit wat ik al in mijn ooghoek had en dat werk ik toe naar het zilveren wat ik net gebruikte. En het mag natuurlijk allemaal best wel heftig, want het is feest. Ik gebruik nu de lichtere grijze kleur uit het Maybelline. Setje. En daarmee ga ik de overgang die ik net ook al een beetje maakte, ja, echt zeg maar mooi van het witte naar het grijze
En dit is natuurlijk echt een hele lichtgrijze kleur. Zo. Dan is het tijd voor de arcadeboog. Ik ga alles mag glitter, niks hoeft mat. En dat doe ik met deze van Sephora. En ja, al die tekstjes. En dat breng ik aan met mijn kwastje van Essence. En dat is een smoky eye brush. En dat breng ik aan in mijn arcadeboog. Eigenlijk precies over de Chanel kleur die ik heb gebruikt. Die Chanel kleur kan je, die Chanel kleur kan je trouwens ook heel mooi alleen als oogschaduw gebruiken. Maar goed, voor de festive gaan we natuurlijk. Ja. Yeah. Gaan we natuurlijk iets losser. Ik ga lekker voor een zwarte glanzende eyeliner. Als eerste breng ik als basis een zwart oogpotlood aan. En dat doe ik op mijn bovenste waterlijntje. Of eigenlijk beter gezegd echt tussen mijn wimpers. Dan breng ik een zwart lijntje aan boven mijn wimpers. Dus boven mijn wimperrand. Je kan natuurlijk ook eyeliner doen. Maar ik ben, zoals jullie weten, net iets meer een oogpotlood fan. En ik breng het ook aan onder mijn wimpers of op mijn onderste wimperrand. En dat vraag ik een beetje met mijn vingers. En dan pak ik een schuin afgesneden kwastje. En die dip ik in de zwarte kleur met zilveren glitters uit het Maybelline paletje. Zoals je dan zegt, ik wil eigenlijk in één keer alle oogschaduws hebben, dan zou je het beste denk ik het Maybelline paletje kunnen kopen. Maar ik zou zeggen, kijk eerst wat je in je kast hebt liggen, want daar kan je waarschijnlijk ook al een heel eind mee komen. Ik weet dat ik misschien een beetje meer make-up heb dan gemiddelde mens, maar. En dat vraag ik een beetje met de andere kant. En dan met dit kwastje ga ik ook nog even een keer in die zwarte kleur. En dan zet ik het hoekje hier nog even extra aan. En dat blend ik weer even met mijn blending brush. Oh, dat is een koffertje. Ik denk, wat hoor ik nou toch voorbij komen? Maar dat is een koffertje. Een tip trouwens, als je dit lijntje wat strakker wilt krijgen, dan pak je wat concealer. En dan doe je zo. Trek je gewoon een recht lijntje naar boven. Nou, je ziet het effect al. En dat vervaag je dan nog een beetje met je vingers. Of in mijn geval met een kwast. En zo is het lijntje direct veel strakker. Ik heb hier een soort littekentje. Dus aan deze kant zie je het effect minder dan aan die kant. Zo. Dan pak ik nog een klein beetje van die lichte highlight. En doe ik heel lichtjes langs mijn wenkbrauwen, maar echt heel lichtjes. En dat doe ik met de Fluffy Blending Brush van de HEMA. Ik weet niet of ik dat eigenlijk al had gezegd. Zo, tijd voor mascara. Natuurlijk eerst wimpers krullen. Ik wil volle wimpers, dus ik ga voor de Maybelline The Rocket. Je kunt er ook thuis voor kiezen om je gezichtsmake-up sowieso pas aan het eind te doen, omdat bij dit soort glitter looks heb je natuurlijk best wel veel kans op fallout. Maar ja, ik heb deze look natuurlijk al een keer gemaakt en ik merkte dat ik er nauwelijks fallout had, dus ik dacht ik begin alvast in ieder geval met de basis. Schrikken jullie ook niet zoals het als ik op camera sta. De fallout die er is, die haal ik even weg met de kwast waarmee ik de foundation heb aangebracht. En dan is het duidelijk tijd voor een kleurtje op mijn wangen. Ik ga voor een coole kleur, omdat ik natuurlijk ook, ja, dit zijn ook coole kleuren. En ik ga voor de Miners Color Quilt Soft Powder Blush. Die komt uit een glossy box. Volgens mij de Beauty Glossy Box. Lekt zo lekker. En daar pak ik zoals altijd mijn schuin afgesneden kwast van Issy Paris. En voor de appeltjes van mijn wangen concentreer ik me meer op de donkerste twee kleuren. En daarna ga ik als highlighter
nog een beetje met de lichtste kleuren overheen. Zo. En volgens mij is dit... Oh nee, grapje. En dan is het tijd voor lippen. En ik gebruik daarvoor het Bobbi Brown lippaletje. En die set heb ik ooit een keer gewonnen. Dit is hun 20th Anniversary Lip Palette. En hier zitten allemaal kleuren in. Nou ga ik even kijken of ik nou subtiel jullie dan kan vertellen welke kleur ik ga gebruiken. Je kunt natuurlijk voor een nude kleur gaan. Maar het is feest, dus ik ga voor heftig. Hier kan je goed zien welke kleuren er allemaal in zitten. Kijk, dus je zou voor een nude kleur kunnen gaan. Maar ja, weet je, het is feest, dus ik ga er helemaal voor. En ik ga dan voor deze kleur. En als ik dat goed zeg, even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pink Martini. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Er zit ook een kwastje bij. En daarmee breng ik deze kleur aan. Het is zo'n mooi paletje en ik gebruik het echt zo ontzettend veel te weinig. En bij de... Een tijdje geleden heb ik een Rituals workshop gevolgd. En daarbij heb ik geleerd dat je hier dan een streepje zet tot waar je lip loopt en dan hem omhoog trekt. Zo, en dan is dit mijn uiteindelijke look. Ik ben heel benieuwd naar jullie goede voornemens voor 2014. Ik zal een paar van mijn soort van goede voornemens vertellen. Nou ja, de eerste is dus doorgaan met mijn blog. Een goed voornemen is dat ik beter op mezelf ga passen. Ik heb nogal een heftig jaar achter de rug. Daar heb je niet zoveel van meegekregen. Maar het was heftig. En dat gaat waarschijnlijk ook nog wel even zo zijn. Maar het is vooral belangrijk dat ik op mezelf let. En dat ik voldoende slaap neem en rust pak. En dat soort dingen. Dus dat ga ik sowieso doen in 2014. En vooral ook leuke dingen blijven doen. Mittens gaat het zelf nu opmaken. Dat is niet zo'n goed idee. Weer even genieten van het leven zoals ik dat hiervoor deed. En lief zijn voor de mensen om me heen. Maar goed, dat probeer ik altijd natuurlijk te zijn. En goed zorgen voor deze kleine doelrak. Ik zal het even in beeld brengen. Want het is zo'n schatje. En ze groeit zo hard. Zo. En Mittens? Wat zijn jouw goede voornemens? Ja. En gezond eten, gezond leven. En eigenlijk gewoon zo doorgaan. Alleen een beetje beter op mezelf passen. En dat waren mijn goede voornemens. Misschien dat ik nog dingen vergeet. Maar goed, ik probeer het in ieder geval het hele jaar altijd gezond te leven. En goed voor mezelf en de mensen om me heen te zorgen. Ik ben heel benieuwd naar jullie voornemens voor 2014. En misschien dat ik daar ook nog inspiratie uit haal voor mezelf. In ieder geval super, super, super bedankt voor het kijken. En een heel, heel, heel erg gelukkig 2014. Wow, de tijd gaat snel. Ik hoop dat je gelukkig bent. En dat je een heel mooi jaar tegemoet gaat. En ik wil jullie allemaal super bedanken dat jullie abonnee zijn van mij. En dat jullie mijn filmpjes kijken, ook als je geen abonnee bent. Ik heb de 200 grens gehaald. Ik ben voor het eind van het jaar heb ik 200 abonnees gehaald. Dat vind ik super leuk. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik boven mijn verwachting in ieder geval niet tegen niemand aan het praten ben. Maar gewoon tegen jullie. En daar wil ik jullie ontzettend voor bedanken. En voor al jullie lieve reacties en leuke berichtjes. En heel erg bedankt. Super, super, super gelukkig 2014. En ik zie jullie in 2014 terug met nieuwe filmpjes en heel veel beauty en fashion. En tot dan. Doeg!